Mooi die zee, zei ze. Net de kleur van mijn ogen. Ja, zei ik. De koude wind deed je lichaam schokken, maakte je neus rood. Op de terugweg vroeg ze, hebben ze echt die kleur? Ja, liefje, zei ik, precies die kleur. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen als Teilnehmer an die Kunst des Schoßen Zochte durch Flischingen. Alles verandert, maar de zee blijft altijd hetzelfde. Mag ik je wat vragen? Rot op! Is een hele grote hal van een fabriek achter en dit is weer een heel wereldje op zich. Het zuist, het ruist, het rookt. Dit is de Schelde nog. Mooi om te doen, hè? Vuur, hè? Warmte. Van je hobby je beroep kon maken. Astronaut of popmuzikant of zeevisser. Oh. Zo dadelijk meert daar de Vlissingse vissersvloot aan. Is het natuurlijk erger dan de andere keer. Maar waaien doet het hier altijd, in Vlissingen. Prima vliegenweertje dus. Hey, kijk uit hoor. Hij gaat je uit de lucht halen. Hij gaat je daar.
je dat? Gaat het hem lukken? Nee! Ja, ik probeer het in Vida. Hey, hij probeert jou nou uit de lucht te halen. Ja. Waar gaat het dan lukken? Ik ga een beetje vluchten, want ik heb geen gas ook. Ik heb niet van dat scherpe touw, joh. Dus ik probeer een beetje te vluchten, maar een beetje laf. Wie probeer jij nou uit de lucht te halen? Ik ben er al uitgehaald. Als zo'n wurmpje zich in een appel kan verbergen, wat moet er dan niet allemaal ongezien in zo'n vrachtschip meereizen? Als je dus praat over de haven en de dieren die daar vandaan komen, dan heb je dus dat het tussen de lading zit, tussen het hout. Want hier wordt dus veel hout verhandeld in de havens van Vlissingen. En tussen die houtstapels, daar zit dan op een gegeven moment kleinere hagedissensoorten tussen, of slangen. Zo hadden we overlaatst dus een kikkersoort, een boomkikkersoort uit Australië. Die zaten dus in een van die schepen. We hebben ook verschillende kleine muur. Klimmende hagedisjes, gekko soorten uit Indonesië. We hebben ook een jonge reuzenslang hier binnen gehad. Je weet gewoon dat je je haar moet doen en dat wordt gewoonte. Ja. In het begin dan doe je ook alleen in het weekend je kuif in en dat is 2 jaar en dan laat je echt een kuif knippen. Ja, en dan heb je hem hele dagen in. En je komt er speciaal een kwartiertje eerder voor je bed uit. Maar je hebt rond hier op een rol heb je zoveel muzieksoorten wat er allemaal op lijkt. Je hebt de doo-wop, de jive. Een heleboel soorten en ieder houdt van zijn eigen muziek, maar je bent wel allemaal kuif. Vroeger vaak ook vergeleken met die zijkoken. Ja. Dan zeggen ze van die hebben allebei een kuif en die komen vaak bij elkaar. En dan word je ermee vergeleken. En bij de culturele evenementen of zo, als er zijko's komen, dan gooien ze gelijk de bar dicht en dan wachten ze tot ze van het terrein af zijn, bijvoorbeeld. En wij worden daarmee vergeleken. Terwijl wij hartstikke brave jongetjes zijn. Ja, de rock'n'roll dan, dat is vrolijk. Het is allemaal vrolijke muziek. Je hebt geen diepgaande tekst of zo. Het is allemaal heel simpel, maar wel levende lol. Dat is voor ons, als we uitgaan, het belangrijkste. Willem de Koning zocht aan de Atlantische kust. Van Gogh in Zuid-Frankrijk. Sommige mensen zoeken het in Oosterse mystiek. Weer anderen in hard werken. Bob Bingen zag en vond het licht hier, aan de oevers van de Schelde. Het licht is onbarmhartig, hard en genadeloos. Die kleuren zijn geen ogenblik hetzelfde. Nu is het een beetje bewolkt en het is een beetje grijs-groen. Hè? Als de zon op zijn hoogtepunt staat, heb je heel weinig kleur. Dan is het ongenadig wit, kei en keihard. Maar het zacht gele ochtendlicht is ook heel fraai. En de rode avondgloed, die purperen schemering, die mag er ook zijn. Ik moet zeggen, ik vind het licht op de Griekse eilanden ook heel mooi natuurlijk.
het licht überhaupt een bepaalde vorm van levensenergie geven. En aangezien dat hier in grote mate aanwezig is, woon ik hier graag. Ik heb nog nooit ergens zo lang gewoond als hier. En het is dit licht wat je juist in Vlissingen wat een zeer bijzonder licht heeft, ja. Ik zag het licht en ik leef. Vlissingen is een gevaarlijke stad. Heel gevaarlijk, eng, griezelig. Hier komen een heleboel boten voorbij. Je kunt ze nu niet zien, het is te donker. Ik zie ze in het duister oplichten een beetje. Giftankers, verbrandingsschepen, benzinetankers die stranden. De Schelde is een gevaarlijk rivier, vol zandbanken. En er strandt weer een benzinetanker voor de inlaat van de kerncentrale. Maar verder gebeuren er nog wat dingetjes met de dioxine. In Antwerpen staat een vuilnisbelt. Die lekt vrolijk wat dioxines de Westerschelde in. Wat is hier verder? LPG-tankers. LPG'er die uit elkaar klapt. Voor Vlissingen en Walcheren zou dat betekenen een vuurstorm. Heel Walcheren verdwenen. Hoe is Vlissingen gebouwd? Het is op een eiland, Walcheren. De kerncentrale staat er achter me. Gebeurt daar iets mee? Enige vluchtweg is die kant op. Dat is Westkapelle. En dan verder kun je zwemmen. Want er is verder geen haven daar, naar Engeland. En dat is de enige kans om hier weg te komen. Ja, dat soort dingen, dat geeft toch een heel apart gevoel. Deze zal zo gaan, deze richting, en deze zal zo gaan. Dus precies eigenlijk in ons vaargebied, en daar moeten we bijzonder voor oppassen. Hier langs de kust, langs het Oostgat, daar komt er ook een, die gaat naar dit gebied, dus wij zullen hem straks ook ontmoeten. Achter ons zit er nog een schip die een langer pijl heeft, dus ja, die wat harder loopt dan wij. Ja, dus hij zal vrij dicht bij ons in de buurt komen en we kunnen wel last van elkaar krijgen. Ja, maar wij zijn toch al lang daar weg als hij bij voor de loods komt? Nou, dat zal waarschijnlijk niet zijn, want we zien dat die tender nog helemaal naar buiten moet komen. Dus dat kan echt nog wel even duren en in die tijd is dat schip wel bij ons. Oké, moet ik zelf de koers varen? Ja, laat hem zomaar doorgaan. Je moet ook even rekening houden met dit schip. Hij zal ook de loods eerst overnemen, ja. Dus blijf maar even achter dat geheel. Okay. Later, als we eenmaal goed op de Schelde zijn, dan mag je er wel voorbij. Wir stehen jetzt auf einem Platz, der sehr bekannt ist geworden, weil da Michiel de Ruijter steht. Michiel de Ruijter steht hier hinter mir. Jetzt stehen wir für eine der 10 Geburtshäuser von Michiel de Ruijter. Das ist ein. Das Gebäude ist inspiriert worden auf die griechischen und romanischen stilistischen Stile. Das hier hinter mir ist die Sint-Jakobstoren. Die Sint-Jakobstoren ist sehr bekannt geworden von der Einklimmerei von der Ruijter. Die Einklimmerei von der Ruijter wollte sagen, dass er da eingeklommen ist, weil er die See sehen wollte und auch, weil er so jung war. Er war 12 Jahre alt, wenn er da eingeklommen ist. Die Zorn ist 243 Meter hoch. So können Sie bedenken, dass die Michiel de Ruijter 4 Tage davor benötigt hat, da einzuklimmen, um die Zopf zu bereiten. Sie begreifen das wohl, ja, das kann ich meinen.
folklore op en begint lifestyle. Ik bedoel, grootmoeders hemd was 20 jaar geleden folklore en is nu alweer 2 keer lifestyle of andersom. Ik persoonlijk kan er verschrikkelijk van in de war raken. Maar gelukkig zijn er mensen die zich van het alles niets aantrekken en nog steeds trouw de mode van 40 jaar geleden blijven volgen. Een soort folkloristische lifestyle dus eigenlijk. We'll now dig this. We'll now dig this. Mabel Alexis. If you like this, well we just can't miss. Do you think like glass? Do you like to dance? Won't you take a chance of a little romance? I'm not a Roman Romeo, I'm just a grooving daddy-o. Well, baby, if you take me, here's what's gonna be. If you dig this, seal it with a kiss. Hey, we can't miss. Well, now dig this. Why do fools fall in love? Why the world seems so gay? The lovers who win the frame of a what if they fall in love? Hetzelfde troosteloze beeld, verscheurde spoorlijnen, wegen die zomaar ineens doodlopen in het water, huizen die verzakt zijn, land hier en daar een klein plukje dat boven komt, elektriciteit waarvan alleen nog de top boven het water uitsteekt. Vreselijk, vreselijk, wat een verschrikkelijke ravage. Luister, u kunt het zich haast alleen maar voorstellen wanneer u zoals wij in dit toestel zouden zitten. No, there's nothing sadder than a town with two cheeks. The grail decided the canteen was no longer necessary.
Oké, bedankt. Gebeurt dit wel? Gebeurt dit vaak? Nee, gelukkig niet. Nee? Nee. Hoe vaak heb je al iemand uit het water gehaald? Wel geteld 2 keer. 1 keer een klein meisje. En vorig jaar nog een volwassen man. En? En? Nou, leven ze nog? Ja, wel. Het meisje is er ook bovenop gekomen. Die heeft een hartstilstand. En die man die hadden we op tijd in de gaten. Is het gevaarlijk, die zee? Hij kan gevaarlijk zijn als je niet weet wat je doet. Je moet ontzettend rekening houden met de stroming die er is. Is hier een sterke stroming? Een vrij sterke stroming, ja. En hierachter heb je vrij dicht bij de vaargul. Als je daarin komt, is ook goed link. Ja. Koers 62. Snelheid verminderd naar 7 knopen. Maritiem officier. Nou, ik ga door voor stuur. En ik doe specifiek machinist. En ik doe ook stuurman. Nou, wat ze vertellen is een beetje een mooi beeld van de zeevaart. Dat is het mooie beeld van varen en veel havens zien en dat soort dingen. Vakantiewerk gedaan op een Borreland afgelopen zomer. Ja, het is gewoon het is een heel klein wereldje, maar ook met al die mannen onder elkaar. Het is zo fantastisch eigenlijk, zo gaaf. Maar gewoon dat stuk water wat daar ligt, helemaal niet druk, gewoon lekker rustig. Ja, ja of niet? Nou ja, ligt er aan waar je bent. Ja, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon, je komt niet zoveel mensen tegen. Nee. Dit is een decor voor poëzie. Het is een prachtig decor. Schitterend panorama, maar een inspiratie, ja, het voegt zijn deel toe aan de inspiratie. Ja, ik denk dat ik meer geïnspireerd ben door hier te wonen dan wanneer ik in een bosstreek zo in het binnenland zou wonen. Wat ik een paar jaar gedaan heb, dat beviel me niks. Dat ik een huis in de duinen kon zetten. Ik had er geld ervoor en het mocht van Rijkswaterstaat enzovoort. Heel graag. Het is wel een droom van me, ja. Een huis op de rots, een huis aan zee, echt pal op zee. Ja. Nou, de zee is perfect. De zee is altijd goed. De zee heeft geen pretenties. Waarom? De zee wil niets van mij. De zee is een vrij iets. Het beweegt. Schakeert in kleur. Heeft veel kracht, maar heeft ook een soort vloeiend karakter. En het is een prachtig decor, hè? Het is een perfecte setting voor een dichter natuurlijk. Nu de wolken helder zwijgen en de zon het water belaadt met goud, denk ik minder aan je rode haren en snelle voeten dan wanneer straks de avond valt. Soms ben je nog slechts aanwezig in de onbedwingbare kracht van mijn snaren. Metalen golven boven de zwarte keel van het hout vol herinneringen. We voetballen op het harde zand en kijken naar topless meisjes die onze afleidingsmanoeuvres doorkruisen als lichtgewichten vol schijnbewegingen en onderhouden onze gedachten of schieten ze als strandvogels uiteen. Das ist ein sehr altes Kanon, das ist gebaut worden in 1553. Het houdt die Erinnerung lebendig aan Michiel de Ruyter. Er had hier Feuer eingesteckt, er had hier Lund angemacht. Es erinnert an die viele Orgolen, die viele Gefechten, die viele Stritten, die de Ruyter gemacht hat. Er had hier gestritten und gefuchten für die Freiheit und für Flüchtlinge. Es ist ein altes Gebrauch, ein Wunsch zu tun in die Laufe der Kanonik. Ich mache jetzt einen Wunsch.